Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review, welkom terug bij een nieuw Mystery Beer. Deze komt van Douglas. Laatst een heel mooi pakket gehad van Douglas, met ook wat Mystery Beer erin. En dit is eigenlijk het derde Mystery Beer. De eerste twee zijn, als het goed is, al gereviewd tijdens een livestream. Als deze video online komt, is dat al geweest. Die zou je dan even moeten checken. Ik weet niet op wie zijn kanaal dat uitgezonden is. Want terwijl ik het opneem, moet de hele livestream nog gebeuren. Maar ik ga dus het derde bier reviewen van Douglas. De eerste twee zijn dus al gedaan. Dus je checkt die livestream even. Wat is Mystery Beer? Ik ga gewoon proberen te raden wat het is aan de hand van de geur, de kleur en de smaak. En dan ga ik proberen te raden wat de stijl is en wat het percentage is. Wat voor brouwerij het is, wat voor land het komt als ik heel goed bezig ben. Ik ga het een cijfer geven, dan ga ik het onthullen. En dan kunnen jullie mij misschien heel erg hard op mijn bek zien gaan, wat natuurlijk leuk is voor jullie. Heb je nou zoiets? Hey, dat is leuk, dat wil ik ook. Ik wil Dutch Beer Geek wat bieren op gaan sturen. Neem dan even contact met mij op. Via Instagram, via Facebook. Stuur me even een berichtje. Want zonder jullie kan ik geen Mystery Beer reviewen. Ik heb nog aardig wat Mystery Beer staan. Dus we kunnen voorlopig de komende zaterdagen weer vooruit. Want wij van de Dutch Beer Collective plaatsen eigenlijk onze reviews altijd op zaterdag. Kun je lekker het weekend mee ingaan. Dus op zaterdag komen er meestal wel zo, als het een beetje mee zit, 3 online. Dus dat is altijd leuk natuurlijk. We gaan hem gewoon even openmaken. En we kunnen dit Mystery Beer, wat ik van Douglas heb gehad natuurlijk, uiteraard niet in een ander glas reviewen dan in dit glas. Dit glas komt bij Douglas vandaan. Waarvoor hulde. Super bedankt. Echt heel fijn glas. We gaan hem gewoon even openmaken. Hij is nu zo'n 20 minuutjes uit de koelkast. Dus we gaan het gewoon zien. We gaan het gewoon zien. Oké. Het fijne van dit glas is dat alles er ook gewoon in kan. Nou, als je de kleur zo ziet, wat zou het dan zijn? Dit zou een bokbier kunnen zijn. Beetje donkerbruin. Ja, lichtbruinig is die. Bijna geen schuimkraag. Ik zet hem hier even neer. Het zou een kwart kunnen zijn. Is die qua kleur, zou dit kunnen. Maar als ik hem zo zie, zou ik toch denken dat het een bokbier is. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Dus we gaan gewoon even kijken wat hij in de neus doet. Zeker. Dit heeft echt iets droppigs. Heeft echt iets, iets wat van een bok, wat ik ruik. Droppigs, een beetje die aardse grondse tonen die je ruikt. Ik ben heel benieuwd. We gaan nog even proeven. Douglas, proost. Dit moet wel een bok zijn, misschien zelfs wel een dobbelbok. Heel veel. Echt heel droppig. Echt die aardse tonen.
heel mooi, best wel dik. Qua smaak heel erg aanwezig, die drop. Mooi kruidig randje ook. Droppig, een beetje samajakachtig, kruidig randje. En ik denk dat deze wel aardig in de alcohol, hoog in de alcohol zit. Ik denk zelfs dat het misschien wel een dobbelbok is, zoals ik net ook al zei. Plakt ook een beetje aan je lippen. Ja, ik denk zo rond de 8%, 8,5%. En denk dat het een, ja, in ieder geval een bokbier is. En ik ga zelfs zover dat ik denk dat het een dobbelbok is. Hij is best, je proeft ook dat er best veel alcohol in zit. Want hij, je voelt hem echt door je keel heen glijden. Hij is dus niet een bokbiertje van, geen herfstbokje van de bekende macrobrouwer. Maar ik denk echt een dobbelbok rond de 8,5%. Ik vind hem heel erg lekker. En ik hou niet eens van bokbier. Ik ben geen fan van bokbier. Maar deze echt hoog in de smaak. Geef deze een 3,5. Ik neig toch meer naar een 3,75 dan naar een 3,5. En dan is natuurlijk de grote vraag: van wie komt dit bier? Is dit een Nederlands bier of is dit juist geen Nederlands bier? Ik heb het idee. En dan ga ik meer af op wat ik weet, wat Douglas zelf ook lekker vindt. Dat het een Duitse dobbelbok is. Omdat ik weet dat Douglas echt van de Duitse bieren houdt. Een echte Duitse dobbelbok. Dat is wat ik denk. Geen idee van wie. Ik ben niet heel erg thuis in Duitse brouwerijen. Kom niet verder als Fust Wiacek en Frau Gruber. Wat dat betreft, van wat ik drink. Maar ik vind deze heel lekker. Ik vind het echt een lekker bier. Ik kom uit op een 3,75 denk ik. En dan is nu het grote moment waar we gaan onthullen hoe ik waarschijnlijk valikant weer op mijn bek ga. We gaan even beginnen met het dopje. Er zit een stickertje op. Als je misschien kunt zien. Gaan we er even afhalen. Ik laat jullie nog niks zien. Staat wat opgeschreven. Zoals ik het nu kan leiden, is het de prijs. Ja. Geen idee. We gaan het even openmaken. Mr. Beer nummer 3 van Douglas. Mooi Sinterklaaspapier. Haha, ja natuurlijk. Nee hoor. Ik ga weer op mijn bek, joh. Dat wil je niet weten. Sowieso niet het goede land. Ik zit echt of qua percentage ook. Echt 2% te laag. En de stijl klopt ook niet. Het is een old ale. Sant'Antonio. Een old ale
van Iria en Crack. En Iria is volgens mij Spaans. Ik kan eigenlijk niet herleiden waar ze vandaan komen. En Oldtail. Crack is Italiaans. Echt serieus? De houdbaarheid. Ik weet niet of je het kan zien. Volgens mij is dat de houdbaarheid. Daar ga ik vanuit. 10/2018. Een old ale. Ingrediënten zijn. Aqua. Malta, Dorso, Lupolo e Levito. Er staat dus niet zo heel veel op. Er staat sowieso niet zo heel veel op. Wel een cool label trouwens. Ja, dat kan zien. Maar een 10,5% old ale. Echt. Ik vond hem al vrij alcoholisch inderdaad. Maar ik had echt het idee dat het een dobbelbok was. Maar lekker. Heel moutig. Een beetje zoetig. Ja, associeer je dan toch, althans als ik iets moutigs en zoetigs proef, dan associeer je het ook met, althans ik wel, met een Bobby. Ik denk dat dit dan de prijs is die Bob Douglas ervoor betaald heeft in de winkel, waarschijnlijk bij Von Pernis. Douglas kennende. Geen idee. Maar ik zat er weer flink naast. Maar echt een leuk bier dit zeg. Geweldig. Ja, en wat betreft die datum. Ik denk echt dat dat validade. Dat dat de houdbaarheid is. Tot 10/2018. Dus hij is echt flink over de datum al. Maar ja, hij krijgt echt een heel mooi. Hij krijgt een beetje dat wat zoete, zoethout komt erin terug. Wat ik ook al samjak zoethout. Maar dus geen dobbelbok. Maar een ja, heel hele mooie old ale van Douglas. Echt super bedankt Douglas. Echt heel tof. Ik heb ook nog wat andere bieren van hem gehad. Die gaan ook nog gereviewd worden. En de andere twee mystery beers kan je dus terugzien in de livestream. Ik zal onderaan de video even een linkje plaatsen naar Douglas' Instagram. Ik kan nog niks anders van Douglas plaatsen. Er is wel eigenlijk gezegd dat hij ooit een keer een YouTube kanaal gaat beginnen. Maar daar is dus nog geen linkje van. Maar dat gaat zeker gebeuren. Althans, dat hoop ik wel. Dit was hem eigenlijk weer voor deze review. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En onderaan de video, vergeet ik helemaal, vind je linkjes voor mijn social media, Facebook, Instagram en Untappd. En een linkje naar de Dutch Beer Collective. Waar je deze review gaat vinden. En deze review ga je ook vinden op de site voor het Mystery Beer. Vind je ook een linkje voor onder de video. Dit was hem echt weer voor deze review. Ik zou zeggen, proost en tot de volgende keer.